Moet dat nou verder met die kleine kinderen zonder moeder? Op de plek waar gisteren een vrouw werd doodgestoken in Apeldoorn leggen buurtbewoners bloemen. Een steekpartij zou zijn ontstaan in een conflict in een relationele sfeer. En daarvoor is een verdachte aangehouden door de politie. Hier op de Caspar Vagelstraat is het een komen en gaan van buurtbewoners en mensen die het verhaal aangrijpt. Ze leggen bloemen en knuffels ter nagedachtenis aan het slachtoffer, een moeder van 3 kinderen, zo zeggen buurtbewoners. Hoe moet dat nou verder met die kleine kinderen zonder moeder? En dat ze later afvragen, wie was mijn moeder? Ik heb er wel over gedroomd, ja. Het blijft een ding dat je hier gewoon 20, 30 meter van je af gewoon iemand neergestoken wordt.